Oh, sorry. Ja, nou, Ron, zijn... Ron, kom nou ja, even. Kom ja, even dit bij. Zijn de laatste twee bakjes, jongens. Ja. Hey. Het is gewoon heel bijzonder dat ik eindelijk mijn droom ga verwezenlijken eigenlijk. Mijn eigen, eigen frietent in Spanje met ons eigen unieke product. Ja. Lekker in Spanje aan de man te brengen. Ja, en dan samen met mijn lieve broertje natuurlijk. Ja. En mijn lieve Ron. Ja. Dus. Nou, proost. Ja. Zeg, wat ik me eigenlijk afvraag. Komen jullie wel de grens over met die corona? Nou, pa, daar heb je nog wel een punt natuurlijk. Nee, ja. Maar wij gaan toch immigreren? We gaan emigreren. We gaan niet op vakantie. Oh, dat is wij gaan emigreren. Dus wij gaan die Spaanse economie ook gewoon een boost geven. Ja, maar ik ga jullie wel vreselijk missen. Hoor. Ja, nee, maar niet te dichtbij. 1,5 meter, alsjeblieft. Ja. Ja, nou. 1,5 meter. Ik heb gewoon geen zin om op Spaanse intensive care terecht te komen. Ja, ik zie je met jou, maar jongens. Dan hierbij een toast op het een fantastisch begin. Laat ik het zo zeggen. Ja, prima. Nou, we gaan er gewoon iets heel erg moois van maken. Ja, gaan jullie allemaal missen. Proost. Ja. Goed. Ja. Nou, schat. Goed. Nou. Wat moet ik nou toch zonder jullie friet? Ja. Moet ik zeker weer aan de groenten? Je let wel goed op Dikkie, hè, schat? Ja, tuurlijk, man. Echt, hè? Ja. Dan, lieverd, doe je voorzichtig. We gaan elke dag facetimen, hè? Beloofd? Tuurlijk. Echt beloofd? Ja, 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 we gaan. Nou, gaf je los. Ja. Mam. Gezien. Kort gezien? Nou, gratis aardappelen af te halen. Echt? Ja, echt. Oh, stoppen! Stop even, stop. Oh ja, ja, ho. Is het nodig zo te stoppen? Kijk, er is hem. Maar die zou die aardappel staan niet, hoor. Vraag even. Joehoe! Met van die aardappels gaan die jaren van die corona. Misschien wel je nog maar die aardappels gaan niet meer nemen. Is hij boos? Ja, die aardappels zijn 24 keer al die hulp met die corona. Het is gewoon afschrikkelijk dat allemaal ik weet. Nou ja, wij zagen het bordje met gratis aardappelen. Jij kan waarschijnlijk je aardappelen niet kwijt natuurlijk, vanwege de crisis. Nee, en die leggen aan de Pieter er nu. Ja, jongen. Ja, maar wij kunnen ze meenemen, want wij kunnen ze heel goed gebruiken, dus... Oh ja? Ja. Ja, nee, maar dus ik heb deze schel aan die jongen. Maar die waar is die in? Spanje. Maar dat is Spanje. Spanje, Spanje. Oh ja, dat is Spanje. Maar die jongen hebben ze niet Spanje, hoe kun je het al zien? Nou prima, en dan nee, maar wij moeten nog verder, dus dan ga ik ze nu even... Ja, ook slecht weer trouwens, hier. Wat? Vamos a la playa, oh 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 oh, dag lekker rot weer in Nederland. Moet je wel mondkapje zoeken. Als je zo bij de grens bent, moet je wel mondkapje zoeken. Dus het moet wel mond. Nou. Zal ik het woord doen of die uitwoord? Ja, ik heb wacht even hoor. Hallo. Allee. Hola. Ja. Ja, onder de indruk natuurlijk van de auto. Wat op, je moet er wel stop zitten. Ja. Oh, ja. Hallo, goeiedag. Ja. Goedendag. Hallo. Waar gaat de reis naartoe? We gaan naar de Spanje, de Costa del Sol. Amai. Ja. In verband met de maatregelen rondom de pandemie van het COVID-19-virus mag ik u helaas niet doorlaten. Hè. Wat? Nee, maar wij gaan niet op vakantie. Wij gaan emigreren. Oh, amai, ja, emigreren. Vakantie op visite bij de bonma en de bompa. Het is beleidstechnisch gezien allemaal om het even. Hè. Ik kan u helaas niet doorlaten. Dus. Nee, niet?
terug? Nee, toch? En nu? Ja, wij kunnen toch niet... Terug dus? Dit meen je niet, maar dit is wel... Wanneer, sinds wanneer is dit dan? Ja, ik weet het niet. Laat me eerst maar even naar achteren toe rijden. Ja, dit meen je niet. Dit meen je toch niet? Ja. Dit meen je niet. Dit is toch niet te geloven? We moeten gewoon andere... Ongelooflijk. Heb jij je niet voorbereid? Ja. Heb ik gewoon. Wat we ook kunnen doen, is dat we via Duitsland en Frankrijk naar Spanje gaan. Ja, toch? We hoeven tenminste niet langs dat kleinzielige België. He, met hun vakantie en bomba. Tjonge, jonge. Ja, en dat lukt wel dan? Dat gaat wel lukken? Ja, natuurlijk. Hè? Het grote Duitsland zeurt niet over een paar hardwerkende Hollanders. Hè, die de economie een beetje komen opkrikken. Wir sind ein Europa. Dat zeggen ze altijd. Dat is het niet. Het is ein Europa. Duitsers zeggen Europa. Niet ein Europa. Europa? Niet ein, nee. Het is ein Europa. Ein Europa. Dat is wat ze zeggen, Europa. Ja. Europa. 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 Ik wil niet geloven, maar het is Europa. Europa. Waar zeggen? Europa. Oh, dat ziet er ook niet echt open uit. Ja, wacht maar. Stop nu, dan heb je hond heen. Stop nu. Ja. Even uitzetten. Het doet me leid, maar wegen die COVID-19-maatregelen is het niet mogelijk de grenzen te overqueren. We zijn gesloten. Ah, ja, maar we gaan niet als vakantie. We gaan emigreren naar Spanje. Wie wandert naar Spanje aus? Ah ja, dat doet me leid. Het gaat niet door Duitsland, vielleicht door België. Nee, dat zijn we gewezen. Tut mir leid. Frau Sundkin, was sagen Sie in Deutschland? Ist es ein Europa oder ein Europa? Das heißt Europa. Ja, siehe. Ja. Ich zeg het de hele tijd. Ein Europa, ich zeg het de hele tijd, ik snap niet. Het is zo moeilijk dat het gewoon even naar mij te luisteren. Waar ga je nou heen dan? Nou, dacht je wel terug misschien. Ja, ik had dat nog helemaal nog niet. Ik weet het gewoon ook niet meer. Ik weet niet. Ik verklap het voor. Ja, een beetje zachtjes kan dat ook nog. Rem onder. Gaat het even lekker? Ik ben er echt zo ontzettend klaar mee. We kunnen er gewoon toch helemaal nergens heen. Het is toch echt. Stop nou gewoon eventjes. Wat ga je doen dan? Ah, goeiedag. We zouden heel graag een nachtje willen blijven als het kan. Ja,
Ja, nee, dat, natuurlijk kan dat. Ah, ja. Dat is fijn. Ja. Heb je ook een plek? Of moeten we gewoon iets uitzoeken? Ja, nee. Plek 15 wordt het. Ja, plek 15. Ja. Ja. Waar is dat precies? Nee. Plek 15 is zeg maar aan het veld, dus tussen 14 en 16, zeg maar. Ja. 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 Nou, we komen er wel uit, denk ik dan. Ja, nee, je moet wel vooruit betalen. We komen het uitbrengen zo. Ja. Nee, want anders dan krijg ik de directeur. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Kom het zo mee. Oké. Zo. Nou, ik heb het geregeld hoor. Wat? We mogen hier nachtje blijven slapen. Oh nee. Hè? Nee, echt geen denk aan. Dan ga ik nog liever naar huis. Naar huis. Riet, denk eens na. Je huis. Je hebt je huis verkocht. Wil je terug naar je moeder dan? Nee, echt geen denk aan. Dan ga ik nog liever bij jouw ouders wonen. Ja, goed, ja. Ik weet niet wat je zegt, die mensen wonen op een vlekje. Nee, dit is het. Hier zullen we het even mee moeten doen. Vergeef me hier nooit. Nooit. Slapen. En wat een rust. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Hé, speel anders even mee. Wie is echt flex dat? Oh. Nou. Nou, nee. Nee, oh nee. Wij moeten nog ontbijten, dus. Misschien een andere keer. Ja. Nou, staat vet al aan? Nee. Nee, ik was net op weg. Oké, ontbijt is klaar. Als iedereen wil komen. Als jij zo even die koffie zet, even dat tafeltje lekker in het zonnetje. Zo, nog even die koffie pakken. Oké. Zo. Oh. Goedemorgen. Dank u wel. Ja. Ho. Dat gaat iets te hard. Even iets naar achter. Ja, even tafeltje. Zet even lekker recht. Even tafeltje even goed zetten in het zonnetje. Gezellig. Jongens, wat gaan we doen? Hè? Is de grens nou al open? Ja. Nee, dat denk ik niet. Nee, maar je denkt het niet. Je denkt het niet, maar weet je het ook? Weet je het ook? Heb je het al uitgezocht? Want ik wil weg ja, dat hier, snap zodra ik. Het kan. Ik ga er achteraan. Oké, prima. En tot die tijd? Ik vind het wel gezellig hier. Ja? Toch? Krijg ik ook een stoel? Of, Ja, tuurlijk krijg jij een stoel. Trouwens, weet je, Riet, wat ik heb gedacht? Ja. Frituur staat aan. Ja. Even wachten nog. Wat we ook kunnen doen. Ja. We kunnen ook gewoon open.
Hier verkopen? Ja, hier. Natuurlijk. Ja. Dit is toch een stiltecamping? Eet smakelijk allemaal. Wie zegt dat? Nou. Hier. Hij toch? Nee, daar krijg je echt gezeik mee, joh, met dat soort types hier. Ach, joh. Hoop. Zou vast mensen iets leuk vinden. Mm. Mm. Maar wat? Vers vet. Dat proef je meteen. Ja. Stop eens, want ik ken jou. Nee, want ik ken jou. Ik ken jou. Jawel, ik heb jou wel eens gezien, toch? Van de televisie. Jij bent van de televisie. Oh, ja, jij bent van de televisie, hoe heet jij? Marco. Oh, Marco Basten. Nee, niet van Basten. Nee, Marco. Marco van Hoofdzaak. Ja, Marco van Hoofdzaak. Nee, nou zie ik het. Nou, moet even... Vooral omdat je zo onscherp bent. Ja, ik ben onscherp geboren. Oh, Ron, kom. Kijk, dat is... Maar als je niet erg vindt... Ja, dit is Marco van Hoofdzaak. Oh, wat geweldig. Toilet. Wacht, heel even. Ja, ik durf bijna niet te vragen, zou ik met jou op de foto mogen? Ja, maar dat gaat niet, het is 1,5 meter. Dat geldt helemaal niet meer. Zeker niet voor kappers, we zijn lekker buiten. Ja, Dikkie, wil jij even een foto van ons maken? Ja. Wacht heel even, mijn haar, dat ziet er echt dat wel... Dat ziet er niet uit. Nee, ziet er niet uit? Nee. Zou jij... Nou ja, ik ben wel op vakantie, dus als ja, je... Ja, nee, maar heb je niet je leuke knipsetje bij je? Ik heb mijn spullen wel bij. Ja, heb je knipspulletjes bij je? Nou, loop maar even mee dan. Ja, zal ik even meelopen? Ja. Ik loop even mee. Ron, als jij nou even die tent opzet, die partytent opzet, samen met Dikkie, dan kunnen we vanmiddag hopen. Ja, kom. ja, maar... Zeg, wat bedoelt u met uw vrouw met we gaan zo open? Nou, we gaan straks wat friet bakken voor mensen die het leuk vinden, die gezellig aankomen. Luister eens, ik ben niet naar een stiltecamping gekomen om naast een snackbar te bivakkeren. Heeft u hier toestemming voor? Nou, we moeten het nog hebben. Daar moeten we het nog even over hebben met de beheerder. Maar en trouwens, er zijn geen snackbar. Hè? Wij verkopen patat met friet, ronde riet. Gezonder is er niet. Gezondste friet ter wereld trouwens. Zit borvol vitamine. Zou ook iets voor uw vrouw zijn, denk ik. Ja, jullie zijn allebei uitgenodigd voor de opening. Ja. Gezonde friet. Dat bestaat niet. Ruimt niet. Hoe had je het nou precies gehad? Gewoon een klein beetje lekker zomers, een beetje luchtig, want het bloed heet hoor, in Spanje. In Spanje? Ja, emigreren naar Spanje. Ja, nu even niet, want die grenzen zijn nog dicht. Dat zou Ron allemaal checken, maar dat is een schat hoor. Ron is echt een schat, maar af en toe dan is het echt... Nee. Maar hij bakt wel de beste patat die er is. Iedereen die onze patat proeft, die wil echt niks anders meer. We hebben het ook zelf ontwikkeld, hè? Het is super gezond. Dus ik snij en schil en Ron die bakt. Ron die bakt? Ja. En jij snijdt? Ja. Nou, dat klinkt wel heel gezellig. Ja, ja. Ja. Wij hebben elkaar ontmoet in Spanje, de Costa del Sol. Oh, we waren echt zo ontzettend verliefd. Het was echt zo ontzettend heerlijk. Nou ja, ik zou eigenlijk willen dat alles weer was zoals toen. Toen was alles goed. Ja, nu niet meer dan? Jawel, maar ja. Ik zou gewoon weer willen dat alles is zoals vroeger. Maar ja, als je elkaar een tijdje kent, wordt alles een beetje gewoon natuurlijk. Ja, dat is, ja. Ja, dat is waar. Dan ben je niet meer verliefd dan? Jawel, nee, ik ben echt... Ik zou niet zonder Ron kunnen. Ik hou echt enorm veel van Ron. Wat vind je ervan? Oh. Ja, echt. Oh, ik ben echt wel heel erg blij mee. Ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel.
Oh ja, echt. Dank je wel. Leuk. Patat met friet van Ron en Riet. Gezonder is er niet. U spreekt met Ron. Wacht mee, kan ik u die... Jeroen, ben jij dat, Jeroen? Jeroen? Nee, u spreekt met Ron van Patat met friet van Ron en Riet. Gezonder is er niet. Welk nummer heeft u gedraaid? Oh, 06, wat is het, 2, 4, 5, 3, 3, 6, 5, 9. Nee, oh, ja, ik zie het al. Het is 657 heb u gedraaid. U spreekt nu met Ron. Van patat met friet van Ron en Riet. Gezonder is er niet. Ja, 659. Ja, 659, dat had u moeten hebben eigenlijk. Maar het bekende stem trouwens. U bent toch niet van Dissel? Ja, van Dissel. Van het RIVM. Nou, het is toch, ja, en daar heb ik toch een heel brutale vraag. Ik heb toch uw telefoon heb, want ik wou u eigenlijk heel graag spreken. Het gaat erom, wij, mijn vrouw en ik, wij zijn naar Spanje toegegaan. Ja. Tenminste, dat wilden we, wilden emigreren. Maar we zijn eigenlijk bij de grens aangehouden. Ja, ja. Ja, en nu vraag ik me af, gaan de grenzen weer open? Heeft u daar zicht op wanneer dat weer gaat gebeuren? Ja? We houden het aantal besmettingen in de landen om ons heen natuurlijk nauwlettend in de gaten. En het is natuurlijk ook de vraag of Spanje wel met Zuid-Nederland wil, want zo best gaat het hier natuurlijk nog niet. Dat begrijp ik. Maar u hebt nog geen zicht op... Als Rutte nou eens een keertje goed naar mij zou luisteren, dan was het al lang goed gekomen. Maar ja, die wil dan weer allerhande versoepelingen doorvoeren vanwege de economie. En dan duurt het natuurlijk allemaal een stuk langer. Dat zeggen wij al heel lang. Maar ja, haastige spoed is zelden goed. Maar als u me wil excuseren... Nou ja, eigenlijk, kortom, als ik u zo beluister, de grenzen gaan voorlopig dus niet open. Het is nog even dicht, de handel. Ja, helaas. Misschien moet u zeggen dat u bij onze blauwe gevleugelde trots werkt. Dan krijgt u vast een uitzonderingspositie. De luchtvaart mag veel meer dan de rest. Begrijpt u wel? Nou, ontzettend bedankt voor deze informatie, meneer Van Dissel. Dank u wel, hoor. Het is fijn om even gesproken te hebben. Staat die partytent nou nog niet? Nou, dat valt niet mee hoor, in je eentje. Ja, in je eentje? Dikkie die heeft je geholpen. Ja. En Spanje? Oh ja, nou ik heb Van Dissel gesproken, van de RIVM, weet je wel. En die zegt dat het nog wel even kan duren. Ja. Komt de Rutte. Ja, dan gaan we dit nou eerst fixen en daarna gaan we open. Help maar even, dit omhoog. Oh. Omhoog. Oh, kijk eens. Hou het omhoog. Ja, kijk eens hoe. Kijk eens. Domme! Ja, ik vond het ook omhoog. Geen. Hup. Zo doe je dat. Ah, goeiedag. Wij zouden graag ons verblijf met een nachtje willen verlengen. Als het kan. Ja, nee. Ja. Natuurlijk kan dat. Het is maar voor één nachtje, hoor. Een extra nachtje. Als de grenzen weer open gaan, zijn we weg. Dus, Nee, dat lijkt me duidelijk. Toch? Oh ja, en we zouden graag wat frieten verkopen. Ja, we houden klein hoor. Alleen voor mensen die komen aanwaaien, die het lekker vinden. Dus dat is wel... Ja, nee. Hey, maar ik denk niet dat de directeur dat goed vindt, hoor. Ja, maar dat hoeft de directeur helemaal niet te weten, toch? Ja, als hij erachter komt, dan... Ja, maar wacht even. En nu zou hij nog komen betalen. Hou jij niet van patat dan? Jawel. Precies, juist. Heel erg, en jij kan elke dag een gratis... Jij kan elke dag een gratis patatje komen halen als je dat wil, hè? Want ze zijn nog kerngezond ook, dus je weet niet wat je mist. Ja, nee. Mama, ja, ze moet wel denken dat we in Spanje zitten. Ik doe maar om uit. Rustig aan, dan kom er toch bij zo. Ja. Hoi, mam. Hoi. Ja. Hoe is het? Hola. Ja, hoe is het? Het is niet gezellig.
gezellig, hè? Nee. Maar bij jullie ziet het er wel verschrikkelijk leuk eruit. Ja, ja, we zitten gezellig aan de zee en Spaanse muziek. Hola, palo, ja, yes, Costa Marzón. Ja, zei het buurman, de buurman. Ja. Buurman. Er zijn ook heel veel leuke mensen hier, dus... Ja. Oh ja? En waar is mijn kleine Dickie? Ik mis die jongen zo erg. Die zit even rond te kijken op de boulevard. Maar mam, hoe is het met jou? Ja, niet zo goed, schat. Nee. Eerlijk maar. Ik mis jullie verschrikkelijk. Ja. Echt verschrikkelijk. Ja, okay. Ja. Ik kom voor mijn patatje. Hoor ik nou opeens Nederlands? Ja, nee, maar we zitten hier op de Costa del Sol, hè? Dus er zijn heel veel Nederlanders hier. Ik kom voor mijn patatje. Nee, mam, nee. Ja, moet je, ik heb hier, moet je patat zonder, moet je patat met? Moet je patat met ketchup, moet je patat zonder ketchup? Moet je met curry, moet je patat zonder curry? Wat wil je? Ja, ja, de directeur. Wat is daarmee? Ja, hij is er niet zo vaak. En dus? Patatje curry. Patatje curry. Ja. Het wordt een patatje curry. Wacht heel even, ik moet dit nog even, één momentje. Ik moet dit eventjes lekker, even lekker een doekje overheen. Ja, prima, kom maar. Kom maar, kom lekker naar binnen. Curry, hè? Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou, dat is goed. Hup. Dit het laat. Eén patatje curry. Nee hoor, zo gebeurt. Ja. Gooi er nou even lekker in. Ik heb er zin in. Nou, ik ook. Wat leuk dat u er weer bent. Morgen. Dag, mevrouw Molenaar. Hé, hey, ja. Een nieuwe ziel. Ik ken u nog niet. Oh, nou, zeg maar je. Zeg maar je. Oké. Okay. Dag, en wat is je naam? Intimie mogen mij Ron noemen. Hè? Nou, dat is goed, Ron. Ja. Zoek een lekker plekje uit. Iedereen, ga lekker in de kring staan. Zorg voor... Zorg voor 1,5 meter afstand. Tenzij je natuurlijk uit dezelfde camper komt, dan hoeft het niet. We beginnen met een rustige warming-up. Ja, dus even om de spieren los te gooien. Dus begin maar met een staptik. Staptik, ja. Zorg ervoor dat je armen goed... Ja, juist. Ja, nu hakkenbillen. Kom, hop. Iets actiever. Hop, hop. Ja, kijk eens. Goed zo, dat gaat goed. Dan gaan we zo meteen squatten. Oh. Dubbel goed, ja. 1 keer. Ja, dat gaat goed. Perfect. Ja hoor. Neem je armen maar mee. Juist, ja. Dat gaat goed. Actief je armen naar achter. Ja. En hak. Goed zo. Actief je armen mee. Ja, dat gaat goed. Dan gaan we naar hakken billen. Lekker voor die hamstrings. Jawel hoor. Goed optrekken. Lekker voor die hamstrings. Jawel hoor. Goed optrekken. Ja. Actief je armen. Ja, dat gaat heel goed. Dan gaan we... Neem je armen mee. Ja, goed. Actief naar achter trekken. Juist. Ja. Heel goed. Eerst om een beetje op te warmen. Oh jee. Kom maar. Ja. Hakken binnen. Nou, volgens mij word jij geroepen. Ja. Ja, sorry. Sorry jongens, ik denk even nodig ben. Geen probleem, kom, wij gaan door. Ja. 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 Ron, Ron, Ron. Ja. Hé, waar slaat dit nou op? Wat doe je daar? Ja, ik dacht een beetje lichaamsbeweging, ik kan geen kwaad. Doe normaal, normaal, want straks heb je het weer aan je rug. Nee joh. Zet jij die frituur nou maar aan, want wij hebben honger. Meneer? Hij moet één keer in. Ja. En de ene kant. Omhoog. Dan gaan we op één been balanceren. Juist.
maar dan ga ik even in de zon zitten. Ja, nee, ga maar lekker daar zitten, in het zonnetje. Zonnetje toch? Spanje is natuurlijk nog warmer, dus... Het lijkt heel cool vanwege die ijsjes. Hey, doe je morgen weer mee met de les? Nou, als het mag, zou ik dat wel graag willen. Ah, ja, het mag wel, maar in principe gaan wij morgen naar Spanje. Oh, nee. Oh, nou, oké. Okay. Ja. Eten jullie nou patat als ontbijt? Ja. Dat is lunch en dat is avondeten. Ja. Oh. Ja, dus, ja. Dat lijkt me niet heel erg gezond, toch? Nou ja, het staat er wel. Ja, op de puntzak. Zak. Oh. Ja, het is vegetarisch, hè? Het is vegetarisch, veganistisch. Plantaardige olie gebakken. Er zit vol vitamine, multivitamine om precies te zijn. En de ketchup die is van tomaten gemaakt in de mayonaise van eitjes. Staat er ook, hè, Baron en Riet, patat, gezonder is er niet. Ja. Moet je anders even proeven? Nee hoor, dankjewel. Wel heel lief. Ja. Maar ik hoop dat je morgen bij de les zie, oké? Okay? Ja, dat lijkt me leuk. Doeg, hè? Ja. Oké, okay, nou. Eet smakelijk allemaal. Ja. Waar kijk jij nou naar? Nee, ik zie die twee... Nee, wacht even, want ik ken jullie. Ja, ja van een programma. Nou ja, we maken een programma bij Zep. Ja. Ja, och, Ron, wij zijn van Zep, hè? Nee, kijk. Checkpoint. Oh, van Checkpoint. Ja. Ja, nee, dat is het. Ik herken je gezicht. Ja. Zij zijn van Checkpoint. Even, niet om het een of ander, maar de stank vandaag is echt verschrikkelijk. Het lijkt wel of we hier in een snackbar zitten. Nou ja, het is geen snackbar. Hallo, mag ik even zeggen? Het is geen snackbar. Wij zijn geen snackbar. Nee. We kopen patat met friet voor Ron en Riet. En gezonder is er niet. Check even wijs. Maar het is wel zo. Onze hele caravan die ruikt naar frituurvet. Ja, dus als daar niet heel snel wat aan gebeurt, dan ga ik ervoor zorgen dat jullie vandaag dan worden verwijderd. Nou ja, sorry meneer Molendijk. Het is... Ja, Molendijk. Maar, naar. Gezellig, van je buren moet je het hebben. Ja. Heb je dan wel een goede afzuiging? Ja, dat is natuurlijk wel het probleem. Hè? Het als ik er zo naar kijk, zou ik zeggen, niet? Een verhoogde schoorsteen, een scherm ertussen. Nee. En dan een ventilator erbij, dat de wind de andere kant op gaat. Precies. Nou, als ik dat zo hoor, is het geen slecht idee, hoor. Ja. Niet. Oké, okay, nou, ja. Weet je, maak je geen zorgen, dit gaan wij regelen. Gaat het lukken? Ja, Ja, in Spanje heb je dit dus niet, hè? Nee, zeg maar Mariana. In Spanje is het echt Mariana, maar heb jij de grens al gecheckt? RIVM, goedemorgen, met Van Dissel. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Met Jeroen. Hey, Jeroen, zeg het eens. Ja, het is een grapje. U spreekt met Ron. Van patat met friet, van onder riet, gezonder is er niet. Ik had uw nummer in mijn telefoon staan, dus ik dacht... Juist, ja. Maar help me even, van welk departement ben je... Nee, ik ben van Ron met Riet, van patat met friet. Gezonder is er niet. En ik had uw nummer in mijn telefoon staan en ik ga u toch... Ja, nou, dat vind ik wel lef, ja, zeg dit. Ik denk, ik ga u toch vragen, want we willen heel graag naar Spanje. Tenminste, mijn vrouw. En de grenzen zijn nog steeds dicht. Heeft ze enige kijk op dat ze open gaan? Ja. Nou, oké, vooruit dan maar. Ja. Nou, wat mij betreft kunnen de grenzen wel open, maar dat kabinet zet de voet dwars, hè. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het passeren van een landsgrens het gevaar op besmetting doet toenemen. Maar Mark Rutte heeft kennelijk andere belangen. En ik heb van horen zeggen dat hij vorig jaar in Spanje een voedselvergiftiging van heb ik jou daar heeft opgelopen na het eten van bedorven paella. En vandaar dat hij de Spanjaarden nog even in hun shop wil laten gaan koken. Ja, zo'n broekhoest. Lastig, denk ik dan maar. Hè? Het is vervelend. Ja, absoluut. Ja, diarree is een serieus te nemen kwaal waar jaarlijks miljoenen mensen aan sterven. En daarom adviseren wij ook van het RIVM bij diarree. Drink genoeg, hè, zodat je uitdroging voorkomt. Meneer Van Dissel, tot zover bedankt voor de informatie, hoor. Goed, tot uw dienst, hoor. Dank u wel. Oud. Zo. Ja. Hallo. Wat is dit nou weer allemaal? Speciaal voor u, hè, allemaal. Zometeen ruikt u niks meer. Helemaal niks. Ja, dan is het goed. Ja, nee, maar we sparen de moeite, joh. We zijn morgen weer vertrokken. Nee. Ik kan hem meenemen, hè? Ja, dat is waar. Dat is de bende, joh. Goed nieuws? De grenzen blijven nog even dicht. Het mag van Dissel, maar president Rutte niet. Ik kan hier echt helemaal niet meer tegen. Ik word hier zo ziek van. Sorry, broertje. Het komt echt weer goed. Het komt goed. Het is echt...
toevallig een handje helpen? Het is heel veel werk, maar je kan hem ook meenemen naar Spanje. Dus... Ja, dat is ook zo. Help nou even mee. Bijna. Laten we even nou met z'n allen doen. Dit. Ja, ik ga. Mag ik dit gewoon even? Ja, even mijn aardappeltjes weg, want dan. Pak dit dan mee. Pak het mee. Ja, kom. Misschien wilt u ook even een handje helpen? Nee, absoluut. Pak jij nou even dit. Die pak moet jij... zeker mee. Ja, ik wil dat, ik wil dat de rommel hier weer verdwijnt. Nee, ik pak... Ben je hier voor mijn rust? Ja. Oh, daar. Hier, hier. Oké, okay, kom maar hier. Nee. Mensen, we zijn geopend hoor. Ja, hoppakee, lekker gezellig. Anderhalve meter, maar allemaal mensen. Anderhalve meter, hè? Anderhalve meter. Ja, jullie horen, oh, ik zat te trillen nog op mijn been. Ik sta echt te trillen, moet je kijken. Oh, hoogtevrees, dat is echt vreselijk hoor. Kijk eens. Anderhalve meter. Joch, kijk eens eventjes aan. Ja. Ja. Nee, maar dit is veel te druk. Ja. Kijk, als de directeur komt, dan... ja. Ah. Ja. 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 Ja, dacht ik ook. Kijk eens, nog twee lekkere, gezondere frietjes voor onze buurtjes. Kijk eens eventjes aan, lieve buurtjes. Twee gezonde friet. En ruiken jullie nog iets? Nou ja, ik nou ja, moet mooi, zetten. Dat is dan opgelost. Ja, nou ja, esthetisch gezien blijven we natuurlijk wel een gedrocht. Ja, maar het is maar één nachtje, meneer Molendijk. Molenaar. Dag. Molenaar. Nou, eet lekker op, geniet ervan. Deze zijn van ons, helemaal gratis en voor niks. Voor de overlast. Potverdorie. Potverdrie. Ja, en gezond ook, hoor. Potverdrie. Ja, goed zo. Oh. Mayo en ketchup. Ja, ga lekker zitten, joh. Ga lekker zitten op de tafel. Je moet gewoon genieten, want nou heb je zo'n lekker frietje. Ik moet er lekker van genieten. Even draaien, schat. Even draaien. Nee, nou, kapot. Nou ja, was wel gezellig in ieder geval. Ja, maar lekker verdiend, dat zeg ik nog maar. Ja, ook dat. Oh, nee. Ik kapot. Oh, hier heb ik echt even helemaal geen trek in. Wie is dat? Oh, nou, sorry. Ik kreeg hem niet aan. Ik zat een beetje te kloten met mijn dingetje. Hoe is het? Ja, dat zeg ik tegen jou ook. Ja, nou ja, het gaat goed. Ja, ja, nou ja, hetzelfde natuurlijk. Ik heb al aan. Nee. Ik heb het nou goed. Liggen jullie op bed? Ja. Het is pas 10 uur. Ja. Ik dacht dat in Spanje alles pas op gang komt na 10 uur. Dat ze zo lekker laat leven altijd. Nee, ja. dat komt door de crisis, hè? De avondklok. Nou ja, het was overdag ook gewoon heel druk, dus... Ik hoorde dat de grenzen weer open gaan. Hè? Dat fantastisch. Zodra dat het geval is, kom ik onmiddellijk jullie kant. Nee, maar mama, de grenzen die zijn toch nog niet open? Die zijn nog niet open. Hoezo? Jullie zitten er toch ook? Ja, wij zitten er, maar wij zijn geëmigreerd, toch? Ja, dat kan het. Ja. Bij ons kan het. Ik hoorde van het kabinet dat ze zeiden dat eigenlijk helemaal niks mag. Maar vliegen juist weer wel. Want dat is op de een of andere manier weer wel heel erg goed, geloof ik. En die tickets die bieden ze bijna gratis aan. Voor 39 euro kom ik zo, huppakee, jullie kant op. Nee, maar we zijn echt net gesetteld. Dat gaat echt al. Maar hoe lang wil je komen dan? Ja, dat weet ik nu toch niet, kind. Dat is niet zo idioot lang natuurlijk. Weet ik het, een maandje of twee. Nee, ja, nou, luister, dat gaat echt niet. We zitten echt... vol. We zitten nogal vol. Ja. Wat bedoel je vol? Jullie hebben toch dat extra bedje? Nee, ja, maar dat is vol. Dat hebben we, nee. En van mijn part kruipen tegen het kontje van Dickie aan. Dat hebben we ook niet. Nee. Is het trouwens met Dickie? Ja, hij ligt daar. Zie je hem? Ja. Daar is hij. Ja, ik zie zijn handje, ja. Nou, prima, ja. Maar wij gaan slapen nu. Waarom mag ik mijn kinderen niet zien? Ja. Hebben jullie soms geen zin in me? Zeg het dan gewoon. Nee, mama, we houden heel veel van, maar het is echt nu klaar. Het is goed. We hebben het er nog over. Goed, ja. Ik rond het nu af. Welterusten. Dag. Dag. Slapen. We gaan lekker slapen. Dag. Doei. Ja, dan heb ik eens weg. Oh, dat gaat zo. Oh. Even stellen, afmaken. Thank you.
Oké. Nou, we gaan eerst even ontbijten. Zet jij die koffie even neer? Ja. Ik wil eerst even een plan van aanpak. Jij zorgt dat die partytent weggaat zometeen. En je ruimt die boel hier buiten een beetje op. En dan doe ik binnen. Ik zorg dat ze haar goed zit. Maar we gaan nog voorlopig nog niet weg. De grenzen zijn gesloten. Ja, wie zegt dat? Nou, ik heb van Disneyland de telefoon gehad gisteren. En die zegt dat het allemaal de schuld is van Rutte. Nou, dus, bel die dan. Ja, natuurlijk. Ja. Cola? Lekker eten, schat, hè? Lange reis, hoor, die we gaan maken. Oh, ja, dag meneer Rutte, u spreekt met Ron van Patat met Friet van Ron en Riet. Gezonder is ze niet. Ja. Wat is je nou aan het doen, joh? Ik heb uw nummer van Dissel. Ja, en ja, ik vind het leuk dat ik aan de telefoon heb. Maar hallo, kunnen wij nog de grens over? Want we zijn eigenlijk binnen weer tegengehouden en we willen graag naar Spanje. U mag inmiddels weer vliegen naar Spanje. Ja, ja, maar vliegen hebben we niet zoveel aan. We zijn ondernemers. We hebben een hele grote kraam, vliegkraam. Dus dat gaat een beetje moeilijk vliegen, in dit geval. Ja, ondernemers, ja, ben ik gek op. Fantastisch. Ja. Ja. Maar de grenzen blijven nog eventjes dicht. Oh. Heeft natuurlijk alles te maken met die anderhalve meter samenleving. Hè, die we echt met z'n allen moeten nastreven. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken, mensen. Ja. Behalve via de lucht al natuurlijk, hè. Ja, goed, ja, ja. Dan heeft u geen vrienden. Maar ik raad u toch aan te gaan vliegen met zoveel mogelijk mensen, want... Dat is het mooie. In het vliegtuig mag u bovenop elkaar zitten. Sorry dat ik even onder de. Wat is nou aan het doen, joh? We hebben daar niet zo heel veel aan. Zat hij nou nog te bellen? Vliegen is spotgoedkoper en oh zo belangrijk voor onze economie. Dat ben ik ook benieuwd. Geduld moet hebben. Ja, nou, ongelooflijk bedankt. In ieder geval, voor niks. En goed daarin, Riet. Ja, dat zal ik het doen, hoor. Dag, meneer Rutte. Ja, dat is toch... Gaat u nou doen? Belt u nou nog? Nee. Tori, Ron. Ja. Ja, Rick en ik, we willen echt naar Spanje. Dat snap ik. Ja, en als dat niet kan, dan... Dan ga ik gewoon terug naar mijn moeder. Wij gaan gewoon naar Spanje, hoor. Dat komt helemaal goed. Hè? Het komt goed. Wil hij dan een patatje met friet misschien? Met ketchup patatje doen? Ketchup doen. Ja. Een lekker patatje ketchup. Hij wil een patatje met ketchup. Hij wil een lekker patatje ketchup. Ja, komt er dan, hoor. Dan zorg ik je haar goed. Het komt allemaal goed, hoor. We gaan gewoon lekker naar Spanje. Gewoon in de kast links onderin. Ik heb drie van die bakken gehaald. Nee, ik heb Bouters meegenomen, want hij zal het zonder moeten doen. Kijk nou even goed. Oh, ja. Zijn jullie al open? Jazeker, ja. In dat geval graag één patatje met mayo en ketchup willen, alstublieft. Voor mij hetzelfde, met extra ketchup. Jullie zijn die jongens, hè? Oh, die snor? Ja. Ja. Sorry, ik durf bijna niet te vragen, maar jullie zijn toch die jongens? Van? Ja, Nick en Simon. Nee, van dat programma. Oh, ja, Koen en Sander, van de radio. Nee, ik bedoel van een kinderprogramma. Oh, Bert en Annie. Nee. Peppie en Kokkie, Dik en Dunne. Robodus en Kwabbenhout. Bas en Adriaan. De Blues Brothers. Nee, dit is Pieter. En dat is Willem. Van de proefkeuken, weet je wel. Ja, nee, proefkeuken. Ja, nee, dat weet ik. Oh, Ron. Dit zijn Willem en Pieter van de proefkeuken. Oh, wat leuk. Hoi. Ja. Ik heb alleen slecht nieuws. We hebben geen ketchup. Oh, nee. Dat is jammer. Doe dan maar alleen met mayonaise, alsjeblieft. Voor mij ook graag. Maar jullie kunnen toch alles maken?
Nou ja, ketchup moet wel te doen zijn. Ja. Ja, dat denk ik wel. Hebben jullie de verpakking nog? Ja, dus dit. Hier. En? Moeilijk? Nou, dat moet te doen zijn, toch? Ja, zit wel snor. Komt dik voor elkaar. Ja, oh, kijk eens. Nou. Nou, geweldig. Maar willen jullie dan wel heel veel maken? Want wij gaan emigreren naar Spanje, dus hebben we gelijk grote hoeveelheden. Ja, weet je, maak je niet dik. Dun is de mode. Als jullie de tomaten zorgen, dan doen wij de rest. Ja. Tot zo. Au revoir. Ja. Haal jij tomaten? Jawel, maak ik houten. Ach, wat een leuke jongens. Keer. Oh, die snor ook. Ja, die staat hem echt heel goed. Ja, nee, er is wat tussen gekomen vanwege de regels, dus dat laat nog even op zich wachten. Oh, wat jammer. Huh? Doe je mee met de les dan? Nou. Toch, als je niet zit, dan kan je nog even meedoen. Misschien wel. Zou wel leuk ja, zijn. Dat vind ik wel leuk. Ja, ja. Nee, ik moet heel even kijken of jullie plekje niet gereserveerd is. Nou, dat lijkt me stug. Nee, er is zoveel ruimte overal. Nee. Moet ik anders even naar de directeur? Ja, nou, nee. Huh? Nee. Ah. Hé, hey, Jochem, zet je deze op de rekening? Nou, ik moet tomaten hebben. Ja? Ja. Oh. Suiker. Azijn. Azijn. Hebben ze zout. Water. Ja, heel goed, riet. Water met een rietje. Aroma's. Ja, en even kijken. Hé, heb jij misschien tomaten? Nee, Ron. Oh, kijk eens. Hey, dat ziet er goed fruit uit. Ja. Laten we beginnen. Ja, Oh nee, mijn moeder FaceTime. Oh, wat erg. Oh. Niet verkeerd. Hola, mam. Schatje, wat is er met jou gebeurd? Je zit onder het bloed. Nee, we hebben... Nee, we zitten niet. We zitten, dat is geen bloed. Waar is Dirkje? Dirkje, wat is er met jou? Dirkje zit ook onder het bloed. Wat is er gebeurd? Mam, er is echt helemaal niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Nee, we hebben meegedaan aan tomatina. Dat is een soort traditie daar, hier in Spanje. Ik heb tomaten gevecht. Ja. Nee. Dat is het. Wat hoor ik allemaal? Wat gebeurt er nou? Nou, wat je nu hoort op dit moment, dat is... Ze zijn bezig met de weg. Ja, want het is een slecht wegdek. Dus ze zijn nu bezig met de weg. Ze zijn bezig met de weg, ja. Ja. Riet, jullie zitten toch aan het strand? Ja, nee, we zitten ook gezellig aan het strand. Oh, Dikkie, schatje. Ja, Oh, lievertje van me. Ik mis je zo. Ja, het gaat goed. Ja, nee, het gaat heel goed met Dikkie. Het gaat allemaal prima. Oh, ik heb zo'n zin om naar jullie toe te komen. Ja. Ja, en we moeten er weer vandoor, ja. Zou ik maar zeggen. Dus we gaan weer. Ja, we gaan aan de slag. Dag. Ja, dag maar. Zo, we zijn weer lekker fris en fruitig. Voorzichtig. Zo. Heerlijk. De mannen. Oh. Ja, Ron, Riet. Klaar? We hebben het. Pak even labeltjes. Oh, wat heerlijk. Moet ik wat aanpakken? Meneer Molendijk, wilt u ook even proeven? Molenaar. Ja? Oh, nou, ik ben nieuwsgierig. Volgens mij is hij verrukkelijk, hoor. Ja? En? Kijk eens. Een lekker lepeltje. Ja. Nou, proef maar. Ja. Echt zalig. En? Ja? Zo. Ja. Pot voor drie, zeg. Ja, lekker hoor. Ja, hartstikke goed. Laten we maar gelijk open gaan. Jullie willen twee patatjes? Ja, patatjes. Ja, een patatje met ketchup. Ik gooi het er lekker in. Mm. Oh. Twee patatjes. Met ketchup en mayo. Heerlijk. Ja, komt eraan. Twee frietjes mayo. Ketchup, jongens. Moeten jullie niet anderhalve meter? Nee, mayo, alsjeblieft. Hup, hup. Probeer onze kerngezonde huisgemaakte tomatenketchup. Nou, is goed zo. Hoi. Ha, nou, ik wou graag twee patatjes met hup. Kerngezonde huisgemaakte tomatenketchup. Ja? Ja, dat komt eraan. Eens even kijken. Lekker hoor. Kerngezonde frit. Heerlijk. Nee? Molenaar. Molenaar. Ja, Molenaar. Ik zou toch heel op prijs stellen als je even wilt proeven. Het is gemaakt van verse tomaten. Dus, maar
van tomaat? Alleen tomaat? Ja, nou, en kruiden en specerijen. En azijn zit er ook in. Dat is allemaal helemaal vers, helemaal lekker vers. Ja, geen suiker dus? Jongens, zit er suiker in? Ja. Veel? Een kilootje of 9 of zo? Nou, ja, kilootje of 9. Oh, super lief, dankjewel. Maar nee, ik hoef niet. Maar wel bedankt. Ja. Rom, kom hier. Laat je ook even je handen wapperen. Ja, kom maar. Ik ben er bijna doorheen. Dan kan ik ja, ik snap het, ja. Zeg het maar, hoor. Denk jij dat we ooit nog naar Spanje gaan? Tuurlijk. Ja. Je moet je dromen gewoon een beetje najagen, dus is goed. Is het jouw droom nog wel? Wel, tuurlijk. Ja hoor. Oké. Lekker dan. Ja, maar trusten. Trusten, lieve Dickie. Oh. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Ron. Goedemorgen Delilah. Je mag alvast een matje gaan uitzoeken. Oh. Want we beginnen vandaag met meditatie. Oh, nou, ik ben gek op meditatie. Echt? Ja, als ik thuis kom, dan ben ik wel even aan de meditatie. Even af en toe. Oh, lekker. Lekker zo. Waar lig jij trouwens? Welke vorm doe je? Transcendente meditatie. Nee, wacht. Zazen. Mindfulness? Ja, daar vind je wel een type voor. Ik doe alles een beetje door elkaar. Oh. Ja. Ja, net. Dat kan ook. Kan het? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Nee. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, verkopen jullie 's morgens ook al van die verrukkelijke friet? Absoluut. Ja hoor, ja. Ah, kunnen we dan voor na de les alvast 2 patat bestellen? 2 patat met friet. Ja, staat genoteerd. Hey Jochem, goedemorgen. Kom je meedoen? Ja. Nee. Ik heb hier naast me nog wel een plekje. Kijk. Ah. Oké, we beginnen vandaag met meditatie. Dus iedereen mag lekker in kleermakerszit gaan zitten. Zo. Als je een comfortabele positie hebt gevonden, dan mag je je armen over je knieën heen laten vallen of voor je borstbeen sluiten. Sluit je ogen maar. Adem diep in via je neus. En uit via je mond. In via de neus. En met een zachte klank uit. In via je neus. En uit via je mond. Sorry jongens, ik moet. Ja. Ja, sorry. Wat is dit nou weer? Oh.
Gaat die zit die fiets dan hier ook neer ook. Gaat hij? Ja, mijn enkel. Jongens, niet zo aanstellen. Gewoon opstaan en weer bewegen. Ja. Kom op. Ik zou voorzichtig doen. Nou, nee. Gewoon. Wel gebroken hoor. Nee, hou op. Gewoon lopen. Het gaat wel. Gewoon bewegen. Ja, ja. Gewoon er tegenaan. Hup, lopen. Gewoon lopen. Ja, kom op. Gewoon lopen. Ja, nee, die frituur staat weer niet aan. Ik was daar om die bestellingen op te nemen. Ja. We hebben al 3-4 mensen hebben al een bestelling opgegeven. Ja, nou prima, maar zet dat vet dan gewoon aan. Ja. Lieve schat. Zo. Nou. Hey. Hallo. Nou. Nou, hij is smakelijk, hè? Dankjewel, dankjewel. Nou, lekker aan het ontbijten. Kijk, geniet ervan, hè? Ja, lekker hoor, dankjewel. Ja. Ga je vissen of niet? Ja, goed, dat is wel heel veel. Ja, hij is altijd lekker aan het rommelen, hoor. Ja. Hey, leuk die... Ja, mooi is dat, hè? Ja, ja, ik zit erom aan te kijken. Ja, ziet er goed uit. Ja. Ja. Dankjewel. Hij is smakelijk voor veel, ja. Hè? Ja, dankjewel. Ja. Hey, goedemorgen. Hey. Hey, ik heb trek in iets zoet, want ik echt een zoete kamer. Dus heb je vanavond een lekkere cupcake? En wat? Ja, maar nou... Ja, maar ik, nee, ik zeg al net, ik ken jou hoor. Je ken ik mij? Ik weet het zeker, want ik ken jou van de televisie. Ja, jij bent met die mannen, toch? Met die, ja, met klopt. Die... Ja, ik ben Remy van de Cupcake Hub. Nee! Je zat al helder te kijken naar mij. Ik dacht het al. Ik denk, wat grappig. Ja, hij is Remy van de Cupcake Hub. Ja, ja, oh, wat leuk. Oh, ik vind jou leuk, ja, hoor. Ik kom hier voor de cupcake, maar ik nee, schat geen cupcake. Wij hebben alleen maar patat. Ja, mijn friet. Pardon, riet. Gezonder is er niet. Geen cupcake. Nee, cupcakes is er niet. Ik kan natuurlijk wel. Ik kan een cupcakeje voor je maken, natuurlijk. Ja, ik ben er gek op. Ja. Nou, ik maak het voor je. Als jij, ga je even naar de winkel, naar die kampeerwinkel. Kampeerwinkel? Vooraan. Van die papieren bakjes halen, weet je? Even van die bakjes halen. Gewoon haal jij even die bakjes, dan ga ik voor jou een heel lekker cupcakeje maken. Wat leuk, ik zag het hoor. Ja, gezellig toch? Ik zag het meteen aan je ogen. Oh, wat heerlijk. Gezellig, toch? Ja, die tatoeages, heb je die dan al lang? Ja, al een tijdje hoor. Ja. Cupcake. Ja, maar dit heb je echt goed gemaakt. Ja, maar dat hebben we even overlegd, anders komen de mensen te dichtbij. Ja, dat snap ik. Dat doe je toch goed? Ja, nee. Hey! Hey! Oh! Oh, gaat het een beetje met je enkel? Nou, dat is niet best hoor. Oeh. Nee, dat dacht ik al. Ah. Zal ik eens even naar kijken? Wil je het? Ja, ga maar even zitten. Oh, ja. Eens kijken. Heel voorzichtig. Ja? Oh, wacht even. Oh, is toch beter? Ja. Oh. Ik kan de mensen bij. Zo. Zwaar nog. Als jij er nou nog twee van die aardappeltjes erbij, want dan heb ik al genoeg. Oh, ja, dat is zonde. Dit is echt even zonde. Oh. Zo, Riet, ik zie dat je al begonnen bent. Ja. Kijk, dat ziet er lekker uit. En, wat voor ingrediënten doe je er allemaal in? Nou, aardappel. Aardappel, ja, dat zie ik. Ja. En wat nog meer? Vitamine, ja, oké. Okay. En aardappel. Een beetje peperzout moet je eigenlijk nog doen, hè? Ja. Een beetje gesnipperd uitje erin is natuurlijk heel lekker. Een beetje bieslook ook lekker. Oh, ja, dat heb ik nog wel liggen, hoor. Dat kan ik doen. Moet ik even helpen? Dat is best wel pittig, of niet? Ja, het is echt wel mijn krampen in mijn handen ervan. Een beetje mannenwerk dit, hè? Ja. Ja. Die is erg zeg. Geen been. Het is de enkel, hè? Ja, het is Oh, wat doet dat zeer zeg. Oh. Hé, het is wel fijn dat de grenzen weer open gaan, toch? Ja, fijn. Hier. Vind je het goed als ik heel even ga bellen? Ja, tuurlijk. Ja. Geen probleem. Even een klein noodgevalletje. Okay. Tuurlijk. Ben ik zo terug? Ja, geen probleem. Ron! Meneer Van Dissel, met Ron. Van patat met friet voor Ron en Riet, gezonder is er niet. Nee, van Ron met patat, met friet. Van, nou, laat me even zitten. Maar de grenzen, die zijn toch niet open? Ja, zeker wel. Ja, die zijn open. Dat is goed nieuws, hè? Jullie kunnen naar Spanje. Oh, ja, ze heel groot nieuws. Ja, goh. Ja. Ja. Nou, dat dacht ik. Het een en ander kan natuurlijk worden teruggedraaid, hè, als er dan sprake is van die tweede golf. En ik communiceer met een loopneus of een rasperig droog hoestje ook binnen te blijven. Ah. Juist, ja. Het is heel, heel goed nieuws. Heel gelukkig in de Ja, nou, dank u wel, meneer Van Dissel.
Dank u wel. Dat ja. misstaat helemaal. Nee. Nee. Ja. 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 Dat is ja. ook... Oh. Ja. Ik trek het helemaal op naar boven en dan ben ik weer. Ja, dit gaat toch niet goed. Oh. Ah, zal ik het toch nog een beetje masseren? Als je zou willen, heel graag. Voorzichtig. Ja. 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 Oh. Ja, de spier hier zo naar boven. Ja, oh, dat doet zo door. Zeer ook. Ja, dat snap ik al, ja. Oh. Zo. Hier. Zal ik jou dat vertellen? Hm? Ik heb vannacht over jou gedroomd. Cupjes? Oh. Heb je de cupjes nu? Hebben de cupjes? Ik heb nu die cupjes nodig. Heb jij cupjes? Au. Hoeveel cupjes had u nodig? Nee, ik maak niet uit. Als ik gewoon nu maar snel cupjes heb, kom dan mee, Ron. Ja. Van die cupcake cupjes. Ja. Ja, dankjewel. Jij moet later nog maar betalen. Meekomen. Ja. Oh. Ja. Nee. Dalila? Ja? Ik heb laatste tijd ook een beetje last. Waar? Ja, eigenlijk overal. Waar je maar wil. Nou, Jochem, doe niet zo raar. Zo, de laatste dingetjes erin. Kijk. Ik maak hem nu nog even af. De laatste touch. Voorzichtig. Hey, dat ziet er goed uit. Hey, vertel eens, wat heb je voor me gemaakt allemaal? Nou, ik heb lekker aardappelpuree gemaakt. Ja? Oh, heerlijk. Ik heb alles lekker gestampt. Kijk, en nu maak ik het af met zelfgemaakte mayo. Ook nog, zelfgemaakte mayonaise en ketchup. En ketchup. Oké, ja, dat moet even gaan keuren, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, ja. Het is wel die combinatie lekker. Ja, dat is... Dat hele zachte aardappelpuree en dan met die crispy frietjes. Ja. Dat is wel lekker, ja. En die ketchup ook nog zelfgemaakt? Zelfgemaakt. Wauw, het is wel echt een... Lekker. Nou, top. Ja? Heel lekker. Oh, wat heerlijk. Ook niet zout, hè? Niet zout. Nee, ook. Ja, echt. Niet kijk, zout. Hij geniet erover, zie je? Ja. Hij vindt het lekker, hè? Nou, echt waar, Riet. Ik vind echt... Hij is top. Echt. Mooie cupcake. Echt goed gedaan. Echt met trots op je. Dankjewel. Ik echt een beetje hip ook. Vind ik wel leuk, hè? Met die aardappelpuree en die frietjes zo erin. Echt super mooi gedaan. Uniek deze week voor 1 euro 1 friet cupcake. Mooi. Goeie tekst. Hoezo? Het is maar natuurlijk niet helemaal gek, hè? Oh, nou, nee. Zij keek wel even of ik misschien iets meer geblesseerd en, was. En, heb je nog iets van Spanje gehoord? Wat? Nou, of we gaan. Oh nee, nee. Ik heb van Dissel gesproken en het is allemaal nog erg onzeker. Nee, het is helemaal niet. Oh. Oh nee, het is mijn moeder. Oh. God, dat nog. Oh. Feest uit. Het is niet te geloven dit. Hola, mam. Hé, hey, schatje. Hoi. Lieverd, wat leuk hè? Wat? Nou, dat de grenzen weer open gaan, dan kan ik eindelijk komen. Wat? Hè? Nee. Nee, maar hoe kan dat nou? Want nee, Ron heeft net nog van Dissel gebeld van het RIVM. En die zei dat de grenzen voorlopig nog dicht zijn. Nou, dat vind ik heel erg gek. Want van Dissel is net op de televisie geweest. En die heeft juist gezegd dat... Sorry mama, ik ga heel even ophangen, want werk aan de winkel. Sorry, ik ga nu even ophangen. Ron! Staat de frituur wel aan? Ja. Oh, laatste dagje. Pak met je hand je enkel. Probeer. Ja, kijk nog maar een keertje goed, hè? En je zal ze vast missen.
Jij hebt toch nog wel echt zin, hè, om naar Spanje te gaan? Ja, zeker. Ja, ja. Dat was wel onze droom, hè? Ja, absoluut. Ja. Het wordt vast fantastisch. En als we nou eens morgenochtend vertrekken? Misschien is het wel beter. Geen file en het is niet zo warm als nu. Het is warm morgenmiddags. Trouwens, we hebben nog klanten. Ja. Ja, wie denk je staan? Money. Ja. Maar ik wil gewoon eerst inpakken. Tuurlijk. En daarna wil ik wel aan de slag. Maar absoluut. Ik wil gewoon dat alles klaar staat. Ik wil wel morgenochtend. Gewoon om half vier. Top idee. Kijk eens eventjes. Zo, dus eentje. Zonder zout. Ja, maar is deze zonder zout? Dat is zonder zout. Ik heb geen zout opgenomen. Met ketchup. Met ketchup. Ja. Met ketchup. Ik gooi nu lekker een beetje zout eroverheen. Ja. Met ketchup. Nee. Zo, lekker. Heerlijk, jongen. Alsjeblieft. Ja. Nou, geniet er maar weer van, hoor. Heerlijk. Eet er maar lekker van. Lekker smaak. Lekker aanslaan. Deze is een aanslaan. Zo. Kijk eens. Oh, schat. Eerst voor mijn liefje. Zo, ik sla hem wel aan, want dan hebben we hem wel in ieder geval. Ik wou even wat zeggen. Ja. Kijk, jullie hebben natuurlijk voor een hoop overlast gezorgd. De camping, er is nog maar weinig sprake van een stiltecamping. Omdat uw vrouw ook veel te vaak en veel te luid haar stem heeft verheven. Maar ja. Ik wou eigenlijk dit zeggen. Jullie vriend heeft alles goed gemaakt. Eerlijk is eerlijk. Mijn vrouw heeft zich nog nooit beter en fitter gevoeld als nu, sinds zij dus twee zakken friet van jullie... Drie. Met wat? Drie. Drie zakken friet van jullie met mayonaise en die fantastische ketchup nuttigt. Wow. Ja. Dus ik wou maar zeggen, chapeau. En we zullen jullie friet verschrikkelijk gaan missen. Ontzettend lief, meneer Molenaar. Molenaar. Ja, Molenaar. Ja. Ja. Een extra puffy. Even een extra puffy. Ja. Extra. Oh, leuk. Dat zou ik liever voor. Leuk, toch? Extra. Leuk, hoor. 1, 2, hop, en een extra puffy. 1, 2, en een extra puffy. Ja, lekker hoor. Nou, nog eentje. Dank je wel. En gooi de... Ga jij dan zo meteen wel beginnen? Jij zo meteen wel die tent. Die ga ik zo afbreken. Ja, maar ook dan nu, alsjeblieft. Zeg het maar, hoor. Ja. 1, 2, 3, hup, en een extra puffy. 1, 2, 3, en een extra puffy. Hartstikke lekker. Zeg nog maar één keer. Dank u wel. Drie vinken gewoon zonder in één zak. Allemaal lekker bij elkaar. Ik gooi er even een hele nieuwe bubs in. Eens even kijken. Ron, waar is mijn schep? En dat je niks in de schep. Ogenblik. Ik gooi er even wat op. Wacht even hoor. Ik kom zo bij. Hop, wacht. Heel even. Stop. Ik ken jou. Oh, ik ken jou. Ron, kom eens even kijken. Ik ken jou. Jij bent die jongen. Die jongen van de televisie. Dikkie, kijk nou. Jij kan zingen. Jij kan dansen. Nee, hoe heet hij nou ook? Nee, ik weet het alweer. Rob, van Wie is de Mol? Oh, jij hebt toen gewonnen. Rob was de Mol. Ja. Ik heb wel gewonnen, maar ik heet Buddy. Ja! Oh nee, dat weet ik ook. Buddy. Buddy, hoe heet je dan verder? Buddy verder. Oh, ik heet Buddy verder. Oh, Buddy verder? Ja. Hij kwam in de mol ook een stuk verder. Hoe dan ook, vanavond karaokeavond. Oh, heerlijk. Ik ben echt dol op karaoke. Heb je ook van Anita Meijer, Run to Me met Lee Towers? Dan kunnen wij dat samen doen, Ron. Run to me. Ja, heel leuk. Nou, ja. Tot vanavond. Dan zijn wij van de partij. Oké, nou, leuk vanavond vanaf 8 uur. Alsjeblieft. Oh, je bent knap ook in het echt, ook echt. Oh. Tot vanavond, ja. Tot vanavond. Oké. Okay. Ik ben niet verder op onze laatste avond. Run to me whenever you're lonely. Run to me when you need a shoulder. Ja. Nee. Ah, ik kom het gas en water even betalen. Ja. Ja, want we vertrekken morgen heel vroeg.
Nee. Dus, ja, dat wordt wel eens tijd, hè? Hoezo? Ja, nee, jullie willen toch heel graag naar Spanje? Ja, ja, natuurlijk, ja. Ja. Nee, ik ga jullie patatjes wel, wel missen. Ja, dat snap ik wel. Ja, 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 het is een komen en een gaan, hè? Ja, dat snap ik, ja. Ja, ja, ja. Zegt die directeur, die bestaat zeker niet, hè? Ja, nee. Nee. Nee, natuurlijk bestaat hij. Hè? Huh? Hoezo? Nee. Laat recht maar zitten. Heel goed, zeg maar in het doosje. Niet in elkaar. Hé, jullie vertrekken al? Ja, morgen. Oh, maar ik hoorde dat jullie wel nog even bij de karaoke kwamen. Ja, maar Ron en ik zingen al een duet, dus... Leuk. Maar de, gaan jullie wel friet bakken nog? Nou, nee, wat denk je? Want we zijn nu aan het opruimen, dus... Oh, nee, maar dat kan wel, hoor. Ja, kan jawel, jawel, we kunnen wat friet bakken vanavond. Nee, ben jij nou gek? Ik wil bepakt en bezakt morgen klaarstaan. Ik wil gewoon om 4 uur vertrekken, dus... Ach, dat komt wel goed, dat komt wel goed. Ja? Ja. Oh, fijn. Oké, okay, nou, dan zien jullie straks. Ja. Doeg. Tot vanavond. Die servetten, wat hebben we er nou over? Even goed. We beginnen zo meteen eens met meneer Molenaar. Oh, ik zal het aan die kinderen vragen. Meisjes, meisjes, meisjes. Rils, even helpen. Even deze dingetjes gewoon op elke tafel even iets leuks uit. Dames en heren, de volgende zanger heeft zich al aangekondigd. Oh. Mag ik een daverend applaus voor meneer Molenaar van plek 16. Ja. 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 Ja, dat is. Nou, daar gaat hij. 1 and 2. 1, 2, 3, 4. Mama! Mama! Woo! Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready. Now, go, can't go, but no shoes. No tap on my blue sweat shoes. You can do anything. Ik had niet gedacht dat hij nog wat lekker in de heupen is ook, hè? Hey, wat moet ik opschrijven? Run to me? Welke plek nog hebben we dan precies? 15. 15, sorry. 15, run to me. Je moet wel... Hey. Heb je al gezien wat hier op staat toevallig? Dat is wel lastig lezen. Oh, wacht. Ik wil ook even een liedje zingen. Waar is de Laila die moet niks van jou hebben, hoor. We werken al heel lang samen. Dus. Ja, want wij doen al samen iets, dus You wanna do honey, oh, oh, honey, lay off my shoe and don't you step on my blue sweat shoes. Well, you can do anything, but lay off my blue sweat shoes. Ja! Goo goo, news way. Woehoe! Oh, ik heb er nog een keer. Ja, ik moet schrikken. Well, it's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready. Now go, 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 but don't you tap on my blue sweat shoes. Mag ik er nog eentje? Well, you can do anything, lay off my blue sweat shoes. Dankjewel! Goed gedaan! Ja, heel leuk! Nog even al een groot applaus voor meneer Molenaar! Zeker weten, toch? Oh, 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 oh! Gaat nou, dat ging gelukkig net goed. Ja, het ziet er goed uit.
We gaan meteen door met de volgende twee topartiesten. Mag ik een groot applaus voor Ron en Riet? Ah, wij zijn nu, Oh, mag ik even een heel klein pakje van leven? Oh, wij zijn nu, dus als jij... Wil jij een foto van mij? Oeh. Nou, zet hem op. Ja, wat leuk dat jullie er allemaal zijn. 1985, ik herinner me nog. Run to me. Ik ben Anita. En hier staat onze Lee. Whenever you got rain in your heart, someone has hurt you and told you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me? To me like they said it would be. Me loving you, girl, and I loving me. Dat is best goed, toch? Wie? Riet. Ja. Whenever you're lonely, run to me. When you need a shoulder, now and then. You need someone older, so darling, you run to me. And when you're out in the cold, no one can touch you. Schatje, papa! Ach, lievertje! Doe eens een pet met schatje. Waar ben je ergens, lieverd? Wat is dit voor een boel? En wat hoor ik allemaal? Waar ben je dan, lieverd? Wat een gekke. Wat zijn die mensen? When you need a shoulder, now and then, you need someone older. So darling, you run to me. Nog een duetje. Ja. Oh, leuk. Geef mij die bij me. Oh, wat heerlijk. Riet, ja. Ik wou even... ik wou je even complimenteren. Ja? Want, ik heb een drankje voor je gehaald. Oh, wat kijk goed. Eens. Ja. Nee, geweldig gezongen. Ja. Ja, echt heel goed. Ja, ik heb ook echt op geoefend. Ik vind voor jou ook leuk, hoor. Maar jij hebt heel lekker los in de heupjes staan. Ik zou zeggen, proost dan maar. Hé, hey, doe even zo. Ja, nee, maar zingen is niet helemaal jouw ding, hè? Nee, niet waar ik dan zangles heb. Oh, kijk, de directeur. Voordat we verder gaan, willen wij heel graag jullie allemaal nog even iets vertellen. Omdat wij zo zielsveel van elkaar houden en heel graag met elkaar verder willen, heb ik gisteravond besloten mijn allerliefste en allermooiste Delilah ten huwelijk te vragen. Oh. En ze zei ja! Oh. En we willen jullie nog iets vertellen. We zijn zwanger. Ja. Ik wil eigenlijk van dit moment gebruik maken om even een liedje voor je te zingen. Het is tenslotte karaokeavond, toch? Nou ja, als jullie hem kennen, help hem mee, hè? What will you do when you get lonely? And nobody's waiting by your side. Zullen wij anders een nummertje samen zingen? Ken je er nog een leuke? Ja, yeah. I was in string. Delilah. You got me on my knees, Delilah. Thank you.
is er nou aan de hand? Rom, wat is er aan de hand? Rom, wat is er aan de hand? Hoe laat is het? Hoe laat is het? Oh. Oh, het is al 11:30. Hé? Het is 11:30. Oh. Dickie! Dickie, het is al 11:30. Oh. Wat is dat nou? Huh? Oh. Wat? Wacht. Oh. Wat is het? Ja, ik... Oh. Ja, volgens mij. Oh. Ja. Yeah! Ze willen friet. Nou, de groeten hoor. Ron en Riet, die zijn er niet. Morgen. Ja, en een van moeders ook, hè? Ja. Riet! Riet! Je moeder! Waar? Ah. Waar is mijn moeder? Oh. Mijn moeder, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan... Dat kunnen we niet hebben, hoor, hè. Wat is... Hoe komt die hier? Hoe kan die nou hier? Hoe kan dat nou? Nee, dat... Schatje. Nee, ja, afstand, mama. Oh ja, nee, tuurlijk. Nou zeg, wat doe jij nou hier? Ja, wat doe ik nou hier? Wat doe jij hier? Ja, ik zit gisteravond te bellen met mijn schatje tijdens de karaoke. En dan zie ik opeens het bord van deze camping. Ja. Ja. Dat, ja. Nou ja, goed, door die crisis, we konden de grens niet over. En toen zijn we gewoon hier beland, dus... Oh, en die zee. Ja? Telkens als ik jullie bel, dan zitten jullie aan zee. Waar is die zee? Dat is nep. Ja, we schamen ons een beetje. Oh? Ja. Oh, zo. En nu blijven jullie hier? Nee, mam, we staan echt nu op het punt om naar Spanje te gaan. Nee, nu gaan jullie toch niet weer weg, schat. Ik heb jullie zo gemist. Ja. En ik heb erg honger. Ja. Dus als het even kan. Ja, Tom, pak jij nou even nog... Daar, nee, maar eerst in de stoeltjes. Zo, kijk eens, schatje. Mam, ik wacht heel even. Oh, gezellig. Dat vind ik leuk, ja. Zo. Dank je, Riet. Mama, dit, ja. Even voorstellen. Misschien is het leuk. Dit is meneer Molenaar. Oh, ja, zeg maar Leopold. Oh, nou, en dit is dan mijn moeder, Ria. Dus. Oh, ik wist niet dat je zo'n jonge moeder had. Nou, dank je wel, Leopold. Aangenaam. Elleboog. Oh, tuurlijk, ja. Oh ja. 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 Uw ogen zijn als oceanen waarin je langzaam kan verdrinken... zonder dat je het koud krijgt. Dank je, Leopold. Leopold, jij hebt gewoon een vrouw, hè? Ja. Oh, nee. Ja. Nee, daar hou ik niet van, hè? Maar zo praat je niet over je eigen vrouw, lamlul. Nee, daar hou ik niet van. Die vader van jou, Riet, was ook zo'n laffe zak, hoor. Ja. Nou. Ja, nee, daar hou ik niet van. Nee, heel goed, mam. Ja, dit, ja. Nee. Oh, nee. Ja, daar heb ik echt zo de pest aan. Ja, hier ook niet. Allemaal naar jullie eigen plekken. Wat? Die zaak moet dicht. Die zaak moet dicht? Wat is er aan de hand? De directeur komt te gaan. Wat? De directeur. Wat is hier aan de hand? Maar het is wel... Oh, dat is hem. Wat is die? Wat is dat? Dit is niet wat het lijkt. Ze zouden vandaag... Oh. Jochem, laat hem. Ja, tuurlijk, directeur. Zeker, directeur. Het is hier natuurlijk wel een stiltecamping. En als u weet hoeveel overlast wij hebben gehad van deze snackbar... Nou, jij kwam anders wel 3 keer per dag een patatje halen. Ah, nou. En trouwens, het is geen snackbar, hè? En geen stiltecamping. Zeg, mag ik even? Ja.
Ja. Lekker. Dit is met afstand de allerlekkerste patatfriet die ik ooit, maar dan ook ooit, in mijn leven gegeten heb. Dat dachten wij ook. Heerlijk, hè? Kom anders even lekker zitten. Wat een stoeltje voor u. Het is ook super gezond, hè? Het zit borden vol vitamine. Ik pak wel even een stoeltje. Ga lekker zitten. Ron, heb jij een stoeltje? Ja. Ja, hoor. Zo. Met wie heb ik het genoegen? Nou ja, ik ben Ria. Ik ben de moeder van Riet en Rick. Ach, wat schattig, hè? Ja. Lief, hoor. Wilt u misschien vanavond blijven eten? We eten friet. Nee, mam. Wij gaan vanavond naar Spanje. Gaan jullie weg? Nou, zeg, ik ben er net. Gaan we nu al weg? We? Ja. Ik ga nou wel mee, natuurlijk. Ik laat jullie nooit meer alleen. Dat doe ik niet, schat. Nou, man, dat zien we nog wel. Anders gaan we morgenochtend wel. Nee, ja. Niet weer morgen, niet. Ja. Ja, nee, maar jullie moeten nog eerst betalen. Oh, Jochem, laat die mensen even. Jullie krijgen dit nachtje van mij gratis. Echt? Ach, dat is leuk, zeg. Wat goed. Hier, Jochem, neem kom maar. Neem een patatje. Heb ik hier nog wat zalf? Lekker hoor. Kijk eens even, jongens. Hoppakee. Ron, als jij eventjes de tafeltjes langs gaat. Nou, dan wil ik alleen maar zeggen, eet smakelijk allemaal. Ja. Eet smakelijk, proost. Wat ontzettend jammer dat jullie morgen al weggaan. Jullie zijn zo'n aanwinst voor de camping. Oh. Eigenlijk zou ik jullie een aanbod willen doen. Oh. Het is altijd al een droom van me geweest om een echte restaurant bij de camping te hebben. Dat was ik ook van plan, maar door de scheiding. Ach. Ach, wat naar. Ik ben ook gescheiden. Ja, dat is naar. Ja. Maar ik zeg altijd, elk eind is ook weer een nieuw begin. Nou. Hé, hey, Delay. Hey. Een mooie dochter. Nou. Mm. Opa, echt? Ze gaat trouwen. Nou, wat leuk. Ja, het leven lacht me tegemoet. Oh, ik zou het fantastisch vinden als jullie het officiële restaurant van Brabants Trots zouden willen worden. Wij gaan gewoon naar Spanje. Nou, dat is toch geweldig? Nee, mama, wij gaan gewoon naar Spanje. Het is toch enorm leuk? Wij gaan naar Spanje, nou, punt! Ja, het is de droom, hè. Dus... Sorry. Ach, Ria, zal ik je misschien de camping even laten zien? Oh, nou, dat lijkt me enig. Ja. Graag. Ja, we hebben hier zo'n hele kinderspeeltuin gemaakt. Dat doet natuurlijk veel gezin op. Ja, echt. We gaan gewoon naar Spanje. Ik ga niet langer uitstellen, echt. Luister, morgen gaan we weg. Echt? We gaan naar Spanje, tuurlijk. Oh, Messi. Nou, we gaan naar Spanje. Echt waar? Nu, kom. He? Ja. Zo zwaar ook, hè.
Oh. Word wakker. Ja. We gaan. Oh, heerlijk. Oh. We trekken. Ja. Oh. 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 Rick. Wakker worden. Waar is je moeder? Huh? Waar is je moeder? Wat dan? Is ze er niet? Ze is onbeslapen. Waar is ze dan? Ja, dat weet ik ook niet. Wacht even. Waar is ze nou weer? Zie je wat? Nee. Waar is ze dan? Ja, vraag je. Ja, weet jij waar mijn schoonmoeder is? Wij staan op het punt te vertrekken, dus... Ja, nee, nou... Ja, die was te laat met de directeur. Ja. Die woont in die villa daar. Waar? Wie daar? Ja. Ja? Ja. Zit je waarschijnlijk bij die directeur mee gegaan? Dus, Nee, maar dan gaan we toch niet op wachten? Ja, dan... Waar zit dat? Ja, waar daar. Ze? Villa eigenlijk. Ja, dan gaan we daar nu naartoe. Maar ze doen niet over. We rijden eerst even langs. Zo. Oh, oh, voorzichtig. Paspoort. Ja, dan gaan we, jongens. Oh, wacht, wat doet dat, mama? Mam, ja, schat. Mam, we gaan nu betrekken. Nee, kom er heel even uit. Nee, we willen nu naar Spanje gaan. Nou, ik kom ze niet. Mam, echt. Oh, zet het eruit. Maar heel even, schatje. Ja, kom even. Ja. Even daarheen. En Rick ook. Ja, Rick? Ja. Nee. Nou, mam, wat is er nou? Nou, jullie hebben gisteren misschien wel gemerkt dat Wouter en ik elkaar nogal leuk vinden. Goh, nou, hè, helemaal niks van gemerkt. De vonk sloeg als het ware over. Goh. Ja, het is eigenlijk gewoon liefde op het eerste gezicht. Ja, maar we hebben geen plek voor nog iemand. Nee, dus... gaat het ook helemaal niet om, lieverd. Wouter die heeft aan mij gevraagd of ik bij hem wil blijven. Of ik ja, nieuws. Zo vaak gebeurt het niet dat je iemand meteen zo leuk vindt. Nee. Ik vind dat je dat serieus moet nemen. Vind ik ook, schat. Vind ik ook. En daarom heb ik besloten om inderdaad bij Wouter te blijven. Heel goed. Oh. Ja. Heerlijk, ja. Nou, ja. Och, och, schatje. Och, lievertje. Vind je het erg als mama hier blijft? En dat jij dan niet bij mama bent? Wil je bij mama blijven? Ja, ja. Ja, ik hoor nog niet. Nee, je mag bij ons blijven. Misschien wel je mag bij ons blijven. Oh, oh, wat heerlijk, lievert. Wat nu heb ik er twee. Ja, lief is die, hè? Oh, nou is er weer wat met haar. Dat vind ik dan ook weer zielig. Ja, nee, maar dan ga ik je wel. Nee, het is goed, het is goed. Ja, ja, is het goed? Oh, ja. Ja. Niet meer erg afstand? Nee, joh, dan ga zeiken. Mam, ik kan me helemaal niet meer geven. Oh, oh, ga je wel heel goed voor ze allebei zorgen. Daar kun je van vragen. Ik had deze voor ons samen in Spanje. Maar nou je toch hier blijft... nou, hier. Mam. Oh, wat zou daar wezen? Ja, en die straat. Is dat een pistool? Nou, Oh. Ja, dat wist ik! Piste. Ach, ja. Ach, wat lief. Ja, nou.
Nou, dat is heel vriendelijk. Dat is echt heel lief. Hey, camping wordt wakker. Ja, dat geeft. Nou, dan gaan we. We staan er helemaal klaar voor. We komen eraan. Joehoe! En we rijden langs jullie. Wacht dan maar. Wat? Even dit gaat niet aan. Mag ik hier? Nee, dit meen je niet, want hij deed het net nog. Jawel. Doe het eens even rustig, want zo bezuip je hem. Doe het niet. Doe even. Ja, nee man, wat denk je nou zelf? Ron, doe iets. Ik dacht dat ik het niet deed. Nee, jij doet het niet. Nee, ik bel Jochem wel even. Die heeft echt verstand van motoren. Ja. Ja, net deed hij het nog. Hoe kan dit nou? Ik weet het ook al. Hoe kan dit nou? Ja, ik weet het ook niet. Net deed hij toch nog? Nee, wacht nou even, Ron. Wacht nou even. Nee, man. Hij doet het niet meer. Ja, nou, ga jij even kijken wat er aan de hand is? Ja. Dit is... Ja, dat zeg ik toch net? Ja? Ja, en... Oh jee. Autopech? Ja. Autopech, ja. Ja. En? Nou, Doet hij het nou? Is het misschien een goed idee om het vet aan te zetten? Nee, ja, absoluut niet. Nee, we zijn eigenlijk al weg, hè? We hebben wel autopech, maar we zijn al onderweg. Ja. Nee. En? Ja. Ja. Ja, maar hoe lang gaat het dan ongeveer duren, denk je? Een kwartiertje? Ja. One more night. One more night. Ah. Ja. Ah, ja. Kom, nog even de... Katje, doe dat toch even een beetje rustig aan, joh. Ga lekker zitten, neem koffie, dat gestrest heeft geen enkele zin. Je kan veel van Jochem zeggen, maar hij repareert alle motoren, hoor. En heel snel. Oh. Hey, hi. Goedemorgen. Kom, we gaan beginnen. Hey, kom jullie ook mee? Soms is het gevoel dat we hier nooit meer wegkomen. En? Lukt het? Ja, nee. Ja, goed. Handen goed omhoog. Ja, juist. Hey, Ron. Ja, nog één keer. Nou. Ik ga jullie anders vreselijk missen. Wij jou ook. Ja. Maar dan gaan we er ook echt voor, oké? Tuurlijk. Oké. Lunge. Twist. Terug. En op. Nog een keer. Andere been. Lunge. Twist. Tien. Ja. Jezus, jongens. Kom op, zeg. Nee. Wat is er? Ja, hoe lang gaat dit nou allemaal nog duren? Weet ik niet. Geen idee. Oh, nee. Wat ben je nou allemaal... Wat is dit? Gaat dit wel goed? Ron! Ron! 2, 3, 4. Yes, en schud. Oh jee. Oh, gaat dit nog wel lukken? Ron! Ron, sta je dan een beetje te hupsen terwijl die sukkel hier onze hele auto op elkaar haalt? Ja? Ja, en nu? Delilah. En go! Lieverd, het is gewoon even niet anders.
Het komt wel goed. Ja, man. Ja, het komt wel goed. Hoe dan? Ja. Nou, daar kijken we morgen wel even naar. Eerst maar eens eventjes tot rust komen. Toch? Ik heb honger. Zal ik... Oh ja, zet maar aan. Okay. Ja. Ja, kijk eens. Kijk jongens, het is nog heet hoor. Het is nog heet. Ja, kijk eens lekker. Oh. Lekker vers vet ook. Nou, hier dan. Ja. Oh, iets maken. Ja. Kijk, zo. Ja. Hey, friet gratis voor de hele camping. Zo. Echt? Echt waar? Oh. Nou, dan gaan we weer aan de slag hoor. Hey. Twee friet. Van Ron en Riet. Ja. Met de dubbele mayo en dubbele ketchup. Ja, wat gezonder is het. Ja, kerk gevonden.